Wel, dames en heren, er wordt nog hard gewerkt om iedereen van een drankje te voorzien. Maar we gaan van start. Ik heb u al welkom geheten, maar toch in het bijzonder wil ik welkom heten Henk Heuving. Want die is vandaag natuurlijk hoofdpersoon in ons midden. Maar daarnaast is dus de heer Brok aanwezig. En die zal officieel dan de tentoonstelling openen. En ik ben erg blij dat zoveel vrienden van de heer Heuving vandaag zijn gekomen. Van harte welkom, dames en heren. De meeste van u die hebben ondertussen al even kennis kunnen maken met het werk van Henk Heuving. En het is natuurlijk toch een hele prestatie zoals hij dat hier heeft neergezet. Maar daar wil ik niet te veel van zeggen, want we hebben speciaal de heer Brok vanmiddag uitgenodigd om toch dit een officieel tintje te geven. Goedemiddag, lieve mensen. In grote getale gekomen met dit mooie weer. Ja, geweldig. Ik vind het een hele eer om als inwoner van Nieuw-Amsterdam sinds 2 jaar de eer te hebben hier een tentoonstelling in het Van Goghuis te openen. Om verschillende redenen. Op de eerste plaats ben ik zelf geboren op luttele kilometers afstand van Zundert. Alhoewel, waar de heer Van Gogh ook enige jaren heeft doorgebracht. En daarna ben ik dus in 1999 hierheen gekomen. En tevens ben ik als dichter, want dat is wat ik eigenlijk op dit moment voornamelijk doe, ben ik zeer ontroerd geraakt door Drenthe. Ik heb voor deze oefening ben ik even wezen kijken naar die schilderijen. En er was hier heel stil, er was niemand, 1 vrouw, de secretaresse. En toen mocht ik dus even ronddwalen hier. En ik werd nog stiller dan het al was. Ja. Want ik heb mijn kleintje mee laten nemen met die plaatjes. Ik noem het even oneerbiedig plaatjes. Maar dat komt omdat het zo voorzichtig en zo precies geschilderd is. Het oude Drentse landschap heet deze tentoonstelling. Voorzichtig, uiterst fijn, zonder opsmuk, tekent de kunstenaar de heimwee op het doek. De betieterige kleine huisjes, haast verborgen in het vochtig veen, vertellen van een wereld ver van nu. De schuierende schaapjes en paarden voor een ploeg, alles ademt de eenvoud die de tijd toen droeg. Het immer vochtig veen kronde de ruggen van de mensen, verstild. Bijna onwerkelijk doet de schilder verslag van leven. Terugblik naar een onvoorstelbare waarachtigheid, waarin werken leven was en leven werken. De lijven dienstbaar aan de spade en de boezemschop. Nog dringt de zachte muffe veendamp in het kleine landschap door. De schilder legt zijn liefde op het doek. De armen luiden in hun bedoeling. Een expositie van de eenvoud. Laten wij bezinnen als we kijken. Nou heb ik dit gedicht op een mooi papier gedrukt en in een lijstje gedaan. En dat ga ik nu overhandigen aan de kunstenaar zelf. En laten we daarmee de tentoonstelling voor wat mij betreft als geopend beschouwen. Hij kan misschien dat schilderijtje zo lang nog hier laten hangen. Moet hij maar even kijken. Thank you.
Ja, heel mooi. Oké, okay. Graag gedaan. Bedankt, hè. En veel succes. Ja, dank u wel. Ik zou nog een kleinigheid zijn. Ik wil natuurlijk iedereen bedanken die aan meegewerkt hebben om dit naar stand te brengen. En ook het Van Gafhuis, die hebben ook veel werk voor elkaar. Allemaal daarvoor bedankt. En dan wil ik de schilderij aan de hand van Van Gaf, dan Prins de Jonge, dan wil ik eens kijken naar het Van Gafhuis. Nou wel, dames en heren, dan is eigenlijk het officiële gedeelte is hiermee al afgelopen. Maar dat wil niet zeggen dat u weg moet, want u ziet dus dat er nog hier en daar wat op tafel staat. En ik hoop dat u nog even nageniet, maak een praatje met de kunstenaar, zo mogen we toch u wel noemen, hè? Vanaf uw pensioen bent u eigenlijk nu echt kunstenaar. En we zijn er trots op hier in het Van Goghuis dat we deze mooie tentoonstelling hebben. Dames en heren, geniet nog even. En als u nog wat met de kunstenaar wilt overleggen, dan doe u dat. En wij zijn ook in de buurt, want er zijn ook nog meerdere vrijwilligers hier van het Van Goghuis. En ik wens u verder nog een genoeglijke middag. Ik dank u zeer voor uw komst. Ja.